En dan heeft wel de baanbegeving gesproeid wordt als waar. Wachten wij nog even tot het minder wordt. We gaan kijken naar die finales voor de eigen klasse. 6 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 14 plus. En die superklasse straf. Komt er een bosje mee, even kijken, denk dat het goed is, denk aan die van dat. Krijgt daar een derde plaats mee, wordt knokken daar doortrappen. Derde, vierde plaats voor de hele stand al. Die 4-36 brandtjes in de plaats nu. En denk dat Jari de Hazen. Jari de Hazen, 4 nu. En ik denk, zoals ik het nou zie, vanwege de uit de rentvoerder de tijd. Laura Fase van die 7e plaats. Ja. Ja. We zijn met, kijk hier als eerste die door voor 3.49. Dit is Felix Otten, die gaat daar voor de eerste plaats. Natuurlijk als ze allemaal voor de eerste plaats, maar hij rijdt een stukje los. Even kijken wie krijgt hier mee, 7.44, Gijs Adriaanse. Dan heb ik 3.26. Doornen. En achterin zijn ze gezien. Dat Tim Doornen voorlopig de derde plaats bezet. Dat is een rijder van 8 jaar. Finale 9 jaar. Lars van der Hater. Boris van Kessel, Roy van Doornen. Bob Smit. Antoine Blanc. Tijdje ook erbij, EHBO heeft erbij, hij staat alweer, maar we gaan gewoon door natuurlijk, Roy van Doornen, die gaat er voor in. Goed zo! Rijdt daar een stukje los. Krijgt gewoon een mouw, hè? Ja. Dat is 2 nu voor 81 Boris van Kessel. Dan ga ik even kijken naar 4 boekje. Willem Kool leidt dat. Dus eigen klasse 12 jaar. Het Jeroen van de Wiel komt door voor de kerk. Kom op Niels! Erik Bozenkerk en Willem Marks van Aardebeek. De man van 12 jaar. Kom op Erik! Even kijken, 4-9. Kom op Niels! Kom op Niels! 71, 4-5, kijk dan nog een derde plaats op bereik. Steekt daar heel mooi onder door. Mooie positie daar. Hij pakt het gewoon af. Goed gedaan. Podium voor jou, denk ik, Kevin. De jongste 12 jaar. Kijk, wij naar eigen klasse, 14, een plus. Finale, super cup. Ik ben gek met je voor die superklasse finale 6-7 jaar. Kijken wie daar voorin gaat. Het is 1, 2, 3 keer Nuland, denk ik. Het team van Elfo, Trent van de Hurk zitten daar voorin. Het zijn de belangrijke punten. Even kijken achterin ook daar die vierde plaats. Tijn van Holland zit daar. 7-10 heb ik Janiek van der Peil. Achterin wordt het gevuld met Laura Fase, Timo Wendouw die moet nog even uitkijken dat hij niet voorbij gestoken wordt. Wat zeg ik, Laura Fase die wordt daar ook nog voorbij gestoken. Gaatje weer dicht. Hoog gevechtje erachterin. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. Volgende finale, Tam van Roy van Doorn, Boris van Kessel, Felix Otte, Lars van der Haat, Bob Smit, Sven van Baal, Antoine Barkers en Henry Jansen. Ik zie daar weer die kenmerkende zwarte body protector voorin zitten. Dus die natuurlijk voor Roy van Doorn. En Bob Smit erachteraan, dan heb ik even kijken, 481, Boris van Kessel. En dan even kijken, Bob Smit erachteraan, die zat er al, Felix Otte is dat natuurlijk. Sven van Baal sluit het rijtje.
pakt in elk geval punten vandaag voor dat eindklassement. Volgende rijder is alweer opgesteld. Superklasse 10-11 jaar. Joey van den Kamp, Mark Heesakker, Michael van Leijzen, Scott Timmermans, Bart Adriaans, Anja Jaken, Ruud van Eken en Myron Wagemans. Mooi dringen hier in de bocht met z'n drieën, met z'n vieren, vijf naar voren. Even kijken wie als eerste die bocht in kan. Oh, valpartijtje daar. Even kijken, blijven liggen. EHBO is er gelukkig bij. Natuurlijk gaat die race die gaat gewoon verder. Even kijken, 1 Nuland, 2 Geldermalsen, 3... Amazone natuurlijk, nog een Nuland ervoor en Ruben die zit als op de 7e plaats. Dan, Anja die maakt die race keurig aan. Kijken wij naar de superklasse 12-13 jaar. Erik van Wiel, Tom Dollevoet, Kevin van Dettel, Jeroen van der Wiel, Lotte van Zandvoort, Bart Komman, Niels Verstappen en Femke van de Heuvel. Mooi stijl rijden hier daar van Erik van der Wiel, zit er voorin. Ik heb inderdaad de Jeroen van der Wiel ook mee, zit er allemaal bij van de boepers. En ook hoor je hier laatste inderdaad in die finale, pak je toch je punten voor je eindklassement. Kijken wij naar de laatste finale van vandaag.